Hallo allemaal en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe update video. En in deze update video hebben we weer heel wat quests volgens mij. Starriders en Soulriders ontdekken dat het open huis gesaboteerd wordt. Maar wie is het meesterbrein achter deze actie? Dus we hebben met de Soulriders hebben een paar quests. Dan heb je nog twee nieuwe paarden. Bij Starriders dan vind je tot 4 mei een nieuwe Arabier en een nieuwe Engels volbloed in de Jorvikstal. Dus we gaan even kijken straks. Ik denk niet dat ik er eentje ga kopen. Maar we gaan gewoon even kijken. Grote Bonnie komt naar het Ruitenfestival om aandacht te vragen voor een groenere toekomst. Ik vroeg me af, dit is een tijd geleden dat ik me hiermee heb bezig gehouden. Ik heb wel heel veel trash en zo en afval en alles, dan raap ik elke keer weer op. Maar ik ga eigenlijk nooit meer naar Grote Bonnie. Dus, en we hebben een paar nieuwe gevederde vrienden. Dus en het nieuws staat er nog niet op. Ik rij, dan ga ik straks nog even kijken of dat erop staat. Wij rijden nu samen met Stargazer, want die heb ik al level 11, moet je zien joh, level 11,5 al. Dat komt gewoon omdat ik elke dag alle races doe van het Ruitenfestival en op Jorvikstal. En het pad van het Rode Lint en alles voor natuurlijk ook de lentemunten. En daarom is dit paard echt al best wel, oh, allemaal flesjes hier zo. Best wel een hoog level alweer. En ja... De Pasofido van vorige week. Wat een drama vorige week. Oh mijn god. Oké, zoals jullie zien heb ik 341 lentemunten. En ik heb nog helemaal niks uitgegeven. Dus ik heb ook nog niks van die outfit gekocht. Dus ja, daarom heb ik er zoveel. Ik probeer er gewoon te sparen tot het einde. En dan op het laatste moment ga ik gewoon alles uitgeven. Wij gaan even bij Tan kijken. Want die heeft echt wel heel veel... Ja, heel veel shit om te doen. En dan heb je ook nog ergens anders op Jorvikstal, denk ik. Ja, bij Alex. Maar dat gaan we denk ik als laatst doen. Dat is denk ik leuk. Laten we eerst dit doen. Te veel afval. Het is fijn dat er in deze tijd van het jaar zoveel mensen naar Moorland komen. Het is alleen wel jammer dat sommigen er een puinhoop van maken. Door hun afval op de weg achter te laten. Ten heeft je hulp nodig bij de schoonmaak. Oké, en wederom weer 100 paard XP bij elke quest ga ik vanuit. Dus neem alsjeblieft de paard mee die nog niet level 15 is als je dat hebt. We moeten de wegen opruimen. Nou meid. Oh, afval opruimen. Laten we het doen. Ruim het afval op. Oh, we hebben zo... Als dit... Dit worden weer dagelijkse missies, jongens. Oh my god. We hebben echt veel te doen. En ik dwing mezelf een beetje om echt alles te doen elke dag. Zodat ik gewoon genoeg heb. Genoeg lentemutten heb om straks alles te kopen. Best wel druk ben je dan. Omdat... Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ik bedoel, maar... Omdat ik mezelf dan zo... Een beetje zitten te dwingen om dat allemaal te doen. En dan voel ik me gewoon schuldig tegenover mezelf als ik een dagje niet online ben geweest om dit allemaal te doen. Maar ik had laatst bijvoorbeeld echt een dag... Ja, dat kon ik gewoon echt even niet online door redenen. Dus en toen voel ik me wel schuldig. Maar ja, waarom? Ik haat mezelf. Oké, bedankt voor je hulp om het festival te rijden. Netjes te maken. Yes! En ik krijg gewoon 3 lentemunten voor. Ik krijg echt heel veel. Oké, een slimme oplossing om de planeet te redden. Ik ben precies op tijd. Ik probeer het festival in goede banen te leiden, maar ik kan het niet alleen. Zou je naar de extrinsieke uitvinder bij de metalen paarden willen gaan? Oh ja, sure, I guess. Waar staat hij? Oh, hier. Zij bedoel ik. Het is een zij, toch? Sloeber, waar zit die kat in de Jorvik's naam? Oh, ik heb bezoek. Hallo. Picknickswedstrijden, veulers die vrolijk rondrennen. Het Ruitenfestival is in volle gang. Ik neem aan dat je wilt weten wat mijn bijdrage is. Ja, alsjeblieft. Heb je al dat afval gezien dat op Jorvik rondslingert? Niet alles is bruikbaar, maar een goede kijker ziet er waardevolle zaken tussen. Nou ja, niet letterlijk waardevol, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, IJzeren Hein. Krijg je lentemunten voor terug? Is het niet... Oh, we krijgen nu lentemunten daarvoor. Ah. Oh. Huh. Oh my god, je kan gewoon nu... Oh, misschien ga ik dat wel doen als ik op een gegeven moment niet genoeg heb. Ik heb best wel veel trash. Oké, dus je kan nu zeggen van... Oh, verdorie, weer verkeerd. Klik op het paard en dan kan je zeg maar 5. En dan bedoelen ze... Met herbruikbare spullen bedoelen ze dan het afval gewoon. Wat je overal kan vinden. En dan kan je er 5 voor 1 lentemunt inruilen. 10 voor 2 lentemunten. En 20 voor 4 lentemunten. Dat is wel grappig eigenlijk. Ik vind dat wel ja, een leuke toevoeging. Dat vind ik wel leuk. En misschien doe ik dat wel als ik later... Ik heb best wel veel en ik heb ook nog wat in mijn kast volgens mij. Zal ik er even kijken? Want hier heb ik natuurlijk ook de kledingkast. En dan kan je gewoon kijken. Die heb ik... Volgens mij heb ik er nog ergens wat liggen. Oh, dat weet ik niet zeker.
Ik zou niet weten waar ik het eigenlijk heb neergelegd dan. Ik dacht dat ik er wat... Oh, joh, ik ben echt blind. Hier, 200. Als ik dat ook gewoon even meeneem. Ja, ik neem het gewoon even mee. Dan heb ik zo, wacht even. En dan eventueel kan ik later... Kan ik het allemaal nog gaan inruilen. Als ik bijvoorbeeld op het einde niet genoeg heb, kan ik dat allemaal gaan inruilen daarvoor. Dus ja, oké, daar ben je weer, Riley. Alex en Linda zijn wel langsgekomen. Ze vroegen af of ik je had gezien. Ik denk dat ze willen dat je hen helpt bij het project in de Jorvikstal. Zoek Alex op de Jorvikstal. Well, sure, I guess. Oh, ik wou bijna met die gaan, maar dat gaat naar, hoe heet dat, Firkgrove toe. Ik gebruik echt nu alleen maar de gratis trailers. Het scheelt echt een hoop Jorvik-shillingen op een lange termijn. Als je gewoon naar Moorland rent. Ik bedoel, ik heb mijn stal natuurlijk bij Steve's. En dan bel ik gewoon een paardtaxi en dan ren ik gewoon vanaf daar. Waarom heb ik daar sterretjes? Moet ik daar zijn? Heeft zij ook een quest voor mij? Oh. Zullen we gewoon eerst dit doen? Het ruis was hem of niet? Nee. Ik ben nu met dit bezig. Oh, hier zijn de paarden. Wacht even. Oh, ik ben echt afgeleid. Oh. Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk nog steeds dit. Dus dat is wel grappig. We gaan het gewoon nog een keer doen. Even kijken. Dit is dus de Fleabitten. English Toggle-bred. Nee, Engels voorbloed. En hij is leuk. Maar ik heb al Engels voorbloed. Deze natuurlijk. Die heb ik gekocht. Dus, maar ja, mocht je deze willen zien, dan laat ik gewoon eventjes alles zien. Mooi galopje. Ik vind deze galop niet zo leuk. Maar goed, dit is wel echt een super mooie galop. Kan die ook nog... Ja, je kan niet de stijger en zo zien. Dat is wel een beetje stom eigenlijk. Dat vind ik wel jammer. Oké, en dan kan je... Oh, deze. Je kan ook niet... De staart kan je ook niet goed zien. Dat is ook jammer. Hier, dit staat er wel leuk. Maar goed, anyway. Dat is dit. Dan gaan we nu bij deze kijken. Deze is wel leuk hoor. Ik had toen een keer een Instagram post gemaakt. En soms dan maak ik edits. En dan maak ik paardenkleuren die er nog niet zijn in de game. En ik had ook een... Ja, een chestnut, een voskleurig Arabier gemaakt toen de andere Arabieren echt net uit waren. Omdat ik dacht van ja, die missen we eigenlijk wel. Want ja, dat is toch wel een normale kleur, zeg maar. En, maar ja, oh, speciale pas staat dat wel in. Maar ja, nu is die eindelijk uitgekomen en mocht even duren. Maar oké, okay, we gaan er hier zo heen. Naar Alex en Linda. Hallo. Is iemand die je zoekt? Hey, daar is het. Kom je hier gezellig even kijken. Er loopt iemand langs. Oké. Ik heb de sleutel van het huis van Herman. Dus we kunnen stiekem een kopje thee zetten. Wow. Wow. Player XP. Help Alex en Linda met hun kraam voor het Ruitfestival. Nee Alex. We moeten aan de slag. We moeten onze informatiekraam opbouwen. Wat gaan we in hemelsnaam als standaard of tafel gebruiken? Dit hadden we al lang moeten doen. Oh ja. Dat bedoel ik. Dat. Ik bedoel. Het is niet echt onze fout. Wie rekent er op ons om iets te bouwen? Natuurlijk vind ik nu, maar het wisselen van gang, we hebben jullie. Wat heb, echt hè, wat ik altijd had gedaan, maar ik zeg gewoon natuurlijk. Mooi, ik vind het leuk dat we weer samen iets doen, Riley. Oh, ik heb jeuk op mijn hoofd. Even een moment. Ja. Oh, trouwens, fun fact. Ik heb vandaag mijn computertje een jaar. Dus dat is leuk. Dus maak ik nu ook al een jaar bijna met deze computervideo's. En het lijkt nog steeds alsof die gloedje nieuw is. I love it. Oké, okay. Wat voor informatie gaan wij delen, Linda? Wat? Ik dacht dat jouw idee was, ben je gewoon om te helpen. Ja, ik vind het allemaal hartstikke grappig en zo, maar het wordt hartstikke leuk. Denk ik niet, ja meid, wij zijn zo ruis, we kunnen echt alles leuk maken. Of course, wij kunnen alles. Nou, prima, goed plan. We moeten materialen zoeken om een kraam op te bouwen. Oké, nou, dat gaan we even doen. Waar moeten we heen nou? Naar de doosjes. Hier zijn doosjes. Oh, ik moet afstijgen om dat te doen. Alright. Ah, net zoeken. Nou, paar... je kan zelfs zo'n doos gewoon als kraam gebruiken, toch? Maar ja. Oeh, er is iets aan de hand. Er moet iets zijn. Je hebt spijkers in de hamer gevonden. Nou, wat goed joh, meid. Wat kan je dat zeggen? Dan ben ik een topper. Oh, dan moet ik helemaal verder. Ik moet daarheen, oké. Okay. Oh, moet ik wel in de stal? Huh, daar verdween ineens iemand. Of ben ik nog gek? Ik moet niet hier zijn. Ik moet hier achter zijn. Denk ik. Ik denk dat er straks iets gaat gebeuren, hoor. Ja. Ah! Oh, dat is... Huh?
Wat is dit voor iets raars? Oh, nou rijk ik weer helemaal verkeerd. Oké, galop. Oh, ik denk ik spring over die muur heen. Oh, potverdikkie. Oh, ik kan niet wachten om vanmiddag in de zon te zitten, jongens. Het is zo lekker weer. Heerlijk, heerlijk. Nou, we gaan hier even zoeken. Dit zijn interessante spullen, alright. Daar heb ik wat aan. Waar moet ik nu heen? Hier. Plankjes en weer moeten afstappen. Oké, ik ben nu al wie deze... Ja, wie gaat het festival saboteren? Ik denk dat ik het al weet. Ik heb ook spoilers gezien. Kleine spoilertjes van Star Citizen zelf. En we hebben lang gewacht om dit personage eindelijk te zien. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Dus dat is leuk. Waar moeten we heen? Moeten we... Oh, hier zo. Oh, dit is ook wel interessant. Waarom ligt er helemaal een koffer en een telefoon? En allemaal flessen. Ik zou die telefoon pakken. En een tv. Dus fucking tv. Of zo. Zo'n oude radio tv. Oh, je hebt oude elektrica. Elektronica. Goed. We hebben nog wat moderne technische snufjes nodig. Jouw laptop zou perfect zijn, Linda. Waarom denk je dat ik mijn laptop bij me heb? Met als het toevallig vol boeken en notitieblokken. Kunnen we niet gewoon jouw telefoon gebruiken, Alex? Oeps, vergeet op te laden. Lege batterij. Nou, weet je, volgens mij hebben we al voldoende aanspullen. Die we, ik bedoel, Riley heeft samen. Hun doen, oh, helemaal niks. Druiden en technologie, oké. Ik ben benieuwd. Waarom? Waarom? Het ziet er wel cool uit. Ik ben benieuwd wat dit dingetje doet. Oh. Waarom heeft een paar... Oh, dit ziet er zo leuk uit. Heeft gewoon... Dat zie ik nu pas. Maar heeft zo'n ballon... Heeft hij letterlijk zo daaraan vast. Dat is toch grappig. En hoe heeft deze hem vast dan? Bro, de details. I love it. In het echt heb je daar ook altijd zo'n klein ringetje. En dat zie je ook wel. Kijk, oh my god, I love it. Ik hou van de details. Tada, meesterwerk. We hebben nog versieringen nodig. Nou mij, let's go. Gelukkig tip deze niet. Oh, interessant, maar wij gaan... ik vind dat popje leuk. Ja, ik vind dat ze een leuke outfit aan heeft. Eventjes een fotootje maken. Oh, ik vind het leuk. Het zijn echt die oude poppetjes nog, hè? Goh, grappig. Ik ga wel een foto maken. Dat vind ik leuk. Ja, I like. Oké, okay, we gaan door. Wat een kutkraam hebben we. Oh mijn god. Ah, oh. Ik kon daar doorheen. Interessant, meer ballonnen. Oké. Okay. Waarom verzieren we het ineens terwijl het dit al lang had gedaan moeten zijn? Want het festival was letterlijk al 2 weken aan de gang. Waarom wil ik nog meer ballonnen? Waarom? Zoiets raars weer. Ik doe ook zoveel gems de laatste tijd, maar het is echt puur voor de XP en voor de lentemunten. Hoe laat is het? Oh, 10:30. Misschien kan ik nog wel... Nee, misschien. Ik denk niet dat ik dan nog de video nog aan het doen ben. Ligt eraan hoe lang de quest duurt, maar het is nu 10:30. Dus ik neem aan dat ik over 1/2 uur wel klaar ben. En dat de video zo ongeveer online staat. Dus, nou ja, ongeveer. Niet helemaal. Volgens mij doen we nu best goed. Gast, ik doe alles en dat weten jullie ook. Je hebt pauze verdiend. Waarom doen jullie niet mee aan de cross-country race of elite? Well, yeah, sure, I guess. Waarom ineens? Moet ik dit doen? Moet ik dan, want... Klopt dat ik dit aan moet klikken? Anders dan moet ik het straks opnieuw gaan doen. Wat? Er stond wel een geel dingetje bij de... Highscore board, zeg maar. Nou, mag hopen, anders dan moet ik straks helemaal opnieuw. Ah, trash! Oh, wordt gelanceerd. Godverdikke. Allemaal varkentjes. Ik heb trouwens... mijn geluid horen jullie nu wel weer. Dat had ik vorige keer trouwens ook gezegd, maar oké. Okay. Gisteren ineens deed de linkerkant van mijn headset die weer... Oh my god, ik had stress. Ik dacht, nee, dan moet ik een nieuwe gaan kopen. Want... Ik word er helemaal kriegel van als ik alleen in mijn rechteroor iets hoor. Of alleen in mijn linkeroor. Maar dit keer was het alleen in mijn rechteroor dat ik het hoorde. Maar ik heb het gefixt. Oh ja, ik moest het wel doen. Oké, leuk. Dus ik was even heel bang. Ik dacht, nee, dat gaat weer €100 voor een nieuw headset.
Wat vond je van? Ging je makkelijk vanaf? Ja, maar hoezo is dit een pauze? Mijn paard moet hier juist voor werken. Nou, oké dan. Hangpozen op in de automatiekamer. Sure, I guess. Oh, maar dit is onze kraam. Oké, ik ben benieuwd wat we ermee gaan doen verder. Maar wat moeten we nu doen? Posters ophalen? Of zo? Oh ja. Wat? Dit is een goede plek. Waarvoor? Moeten we die kraan daar neerzetten of zo? Of wat is de bedoeling? Ik snap het niet. Oh, dit is gewoon om te inventariseren waar de posters moeten hangen, denk ik. Oh, we hangen ze ook op. Wat staat erop? Oh, wacht even. Nu wil ik het ook zien ook. Potverdikke. Wel heel slecht poster. Alleen wat opgeschreven. What the fuck. Weer een poster opgehangen. Ik zag net helemaal niet dat ik nu de poster aan het ophangen was. Hè? Oh, konijn. Wat een cutie. Dat is echt zo'n oud konijntje. Kijk dat bolletje, dat staartje. Oh my god. Zo'n mega oud konijn. Waarom zijn hier allemaal dieren? Oh, wacht even. Ik zag daar een fles. Ik moet die meenemen. En al helemaal omdat ik nu lentemunten mee kan verdienen. Oh, ik heb al bijna een stack van 2x200. Eigenlijk is dat best wel weinig. Maar oké. Waar is die andere? Hier zo. Is dit de laatste? Nee, nog steeds niet. Ik denk dat we een keer onderweg iemand gaan tegenkomen waar we niet zo blij mee zijn. Waar moet ik heen? Moet ik hierheen of moest ik de andere kant op? Kut, sorry. Ik moest de andere kant op. Of niet? Ik moet er naar boven. Hé, ik ga naar boven. Ik weet het niet, oké? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga gewoon hier langs. Ja, het is wel hier. Ah, nice. Hier woont Linda ook. Waarom is haar paard hier? Die stond toch net daar? Oh, Star Stable. Star Stable zat een nap. Ik ben zo lang niet meer op de brug geweest. Hier komt toch een kip? Waarom is dit een goede plek om een poster op te hangen? Er komt echt helemaal niemand hier. En je ziet die poster amper. Het is letterlijk dezelfde kleur. Ja, hè, eindelijk. Hier wacht ik op. Waarom staat ze daar ineens? Oeh, she pretty. Maar ik mis de oude Sabine nu al. We hebben echt dead-ass en naar elkaar aan het staren gewoon. Zie, we hebben een zonnebrillie. Broer. She gone now. Moet ik nu helemaal terug? Ik moet helemaal terug. Potverdikkie. Maar nou wil ik eigenlijk dacht van, nou, dan ga ik de opname stoppen, weet je wel. En dan zie ik jullie wel weer als ik bij Jorvikzaal ben. Maar straks gebeurt er ineens iets. Dan komen we haar tegen, dat kan, hè. Ik bedoel, ja. Oh, dat gebeurt. Maar ja, ik ga daar niet heen. Ik ga gewoon rechtstreeks terug naar de Jorvikzaal. Dat wijf mag erin stikken. Wat doet zij hier überhaupt? Wat heeft dat voor nut? Dat heeft geen nut, meid. Waarom zou je het ruitenfestival willen verpesten? Je rijdt toch zelf ook een paard? Vind je dat toch ook leuk? Well, I don't know. Het zijn slechte, boze, kwaadaardige mensen. Ik mis wel echt mijn head storyline met Mr. Sands en dat soort dingen, maar goed. Riley, heb je posters opgehangen? Ja, meid. Ik wel. Ik doe wel wat. Jullie staan hier de hele tijd. Laten we eens kijken wat er bij de arena aan de hand is, hè, Riley? Vertel Alex en Linda wie je hebt gezien. Het lijkt of je spook hebt gezien. Wel, obviously. Heb je hard gereden? Ik heb haar gezien. Een wilde Sabine. Ik weet zeker dat ik... Een wilde Sabine? Hoe moet ik zeggen? Ik weet zeker dat ik Sabine heb gezien op die weg naar Jarlijn. Ja. Oh nee, hoe lang heeft ze zich nu schuil gehouden? En als het ruitenfestival in volle gang is, komt ze ineens tevoorschijn. Hier klopt iets niet. Weet je, er wordt geroddeld over al die dingetjes die verkeerd gaan... Op het festival, loslopende dieren, afval dat rondzwerft, dat soort dingen. Als Sabine in de buurt is, moet ze haast wel verantwoordelijk zijn hiervoor, of erbij betrokken. Zij is echt slecht, echt slecht. Hoewel ik heel graag nadenk over een egoïstisch toeschouwer met een motorhelm, die bij Jorvikzaal rondhangt, is er iets belangrijkers aan de hand. De ballonnen vliegen er namelijk weg. Oh, dat is Sabine natuurlijk, die doet dat allemaal. Wat? Over dingen die verkeerd gaan gesproken, dit is de schuld van Sabine. Oeh, ze vliegen weg. Vang die ballonnen. Oh, waarom heb je alle... Nee, ik heb geen ballonnen vangen. Oh mijn god, wat is dit kut?
Dit is leuk. Nee, ik weet echt niet wat ik wil, maar goed. Echt, dit is kut, maar leuk tegelijk, oké? Okay? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, ze komen achter me aan. Dit is spooky. Oh, jezus, is toch veel te hoog, gast. How do you want me to fucking catch that? Ja, ik moet hier bovenop gaan, anders kan dat niet. Maar dat kan. Ik doe het. Ja. Blijven ze nou er hangen? Oh nee, ze komen achter me aan. Dat is leuk. Oh my god. Maar ze moeten toch gewoon omhoog gaan? Ja. Het is een spel, Riley. Het is een spel. Waar is die kut op? Ik zie geen fuck meer. Ik zie andere mensen ook al die ballonnen achter mij? Dan ga ik nu een champ doen. Dat is fucking irritant. Stop. Godverdorie zeg. Lopen, kreng. Ja, hebben ze. Oké, we hebben ze. Breng de ballonnen terug. Nou, vooruit. Godsidori. Ja, we moeten inderdaad altijd... Nu het zegt, er gaat best wel veel fout eigenlijk op het ruitenfestival. Want elke keer is er wel weer iets. En dan moeten wij maar fixen allemaal, hè. Kijk al die ballonnen. Grappig. Nou, meid, hier heb je ballon terug. Poeh, dat scheelde weinig. Het zou een ramp geweest zijn als al die ballonnen bij het festival hadden rondgevlogen. Ja, voor de paarden, die schrikken overal van. Goed, nu is het belangrijk. Sabine loopt in de buurt weer te pronken en probeert indruk te maken op mensen. Waarom? Daar moeten we meer van weten. Er is vast iets van plan. Misschien probeert ze mensen te werven voor de duistere kant. Gaat ze doorgangen naar de hel openen? Nou, mensen dwingen om spruitjes te eten? Wie weet. Even serieus, we moeten erachter komen wat ze van plan is zonder haar boos te maken. Sabine benaderen is gevaarlijk. Zeker als de spanningen tussen ons zo hoog oplopen. Ik kan niet geloven dat ik rustig blijf als ik met haar moet praten na alles wat ze heeft gedaan. Dat is precies de reden waarom we afstand moeten houden. Maar we mogen de kans niet missen om erachter te komen wat ze van de gewone ruiters van Jorvik wil en of ze meer dingen van plan is. Laten we iemand inhuren die gewoon een normale ruiter is. Ik denk dat we dat gaan doen. Alex en ik hebben overleg, maar vinden dat we moeten uitzoeken waar Sabine bezig is voor het te laat is. Volgens mij kan Riley het dichtst bij Sabine komen. Nee, om haar te verspieden. Oh. Zoek wat dingen om jezelf te vermommen. Houd afstand en wees voorzichtig. Oeh, leuk. Observeer Sabine en kom hier veilig terug. Oké. Okay. Ben benieuwd waar ik me mee moet gaan vermommen, eerlijk gezegd. Een krant. Oké. Okay. Ik heb een krant gepakt. Dan ga ik lekker krant lezen. Oh, ik wist niet dat Sabine dat was. Jezus, hé, ik wist al niet dat zij daar reed. Wat doet zij ook? Wat rijdt zij snel? Broer, ik wist niet dat zij dat was. Ik dacht dat ze letterlijk een normale speler was. Ik zag het pas op het einde. Kut. Sorry. Ik dacht serieus dat het een normaal persoon was. Heel eerlijk. Ik meen het echt. Ik heb een snor gepakt. En nu? Moet ik... Ik dacht echt oprecht dat het gewoon iemand was op een vries. Het spijt mij. Een hoedje. Ah, oh my god. Hey, maar ik heb al een brillo op. Mag ik deze items ook allemaal houden? Dankjewel. Nee, dat kan ik vergeten waarschijnlijk. Oké, nou we moeten die kant op nu. Ik ben benieuwd hoe ik eruit ga zien. Oh! Heeft ze lang haar, zeg. Oh, dat was het. Ik heb letterlijk alleen een foto gemaakt of zo. Met een verrekijker. Hoe maak je een foto met een verrekijker? Wat is dit voor iets raars? Waar staan ze? Oh, ze zijn naar beneden. Wat voor dikke. Hoppatee. In de bordjes nog wel. Wat goed, je bent weer terug. Nou, ik heb helemaal niks met die, krant en alles gedaan. Vertel eens wat je hebt gezien. Oh. Hé, hey, dat is een helm. Wat? Dit is Sabine's helm. Waarom? Maar nu lijkt het wel op een cap. En dat was eerst echt zo'n motorhelm. Maar deze was ziek. Ja, deze helm heeft dezelfde kleur als de outfit van Sabine. En was vroeger voor iemand indrukbaar proberen te maken. En wat duidelijk mislukte. Oké. Okay. Wat dacht je ervan? Het was vreselijk. Ze dwong ze om maar rondjes te blijven rijden. Ze zag wel graag. Nou ja, het zag er in principe grappig uit. Maar ze was wel erg aan het rijden. Zo heel hard. Of zo. Ze dwong. Precies wat ik dacht. Het heeft... Wat ze met macht te maken. Misschien probeert ze wel te breken dat ze kan. Ze wel te breken dat ze kan manipuleren. Maar ik word het misschien. Ik weet het niet zo goed. Even serieus. Als ze binnen nieuwe ruiters aan het trainen is. Oh, ze was nieuwe ruiters aan het trainen. Joh. Is ze die misschien aan het testen? Maar voor, wat is van plan? Ze is een leger aan het maken. En straks komen ze met een leger van allemaal ruiters op ons af of zo.
laten we haar gaan infilteren. Ze is op het terrein van de Soulriders. Goed idee, hoe pakken we het aan? Laten we even nadenken. Oké, ik ga ondertussen mee doen naar een van de races. En nu? Ik ga niet een nachtje slapen hoor, Star Stable, want het kost me weer starcoins. Wat is er aan de hand? Ik zie niks. Wat is er? Hè? Dat ben je niet. Het verhaal over het festival gaat na de update van volgende week verder. Tot die tijd kun je dagmissies doen, je resultaat in de wedstrijd verbeteren of gezellig tijd opbrengen met je vrienden op Jorvik. Godverdomme. Hier word ik toch echt fucking zagrijnig van. Gaan ze eerst helemaal spannend lopen maken, er is gewoon helemaal niks gebeurd. Er is letterlijk niks gebeurd. We hebben letterlijk alleen maar fucking kutkraam opgezet voor niks, want hoeven we niks meer. We kunnen er niks mee, heel raar. Maar goed, anyway. Ik ga even, wat ik nog even wil zeggen is, vorige keer waren er dus allemaal nieuwe kleren uitgekomen. Dat stond niet op het nieuws, dus ik ga kijken of er nu nieuwe, nee. Maar ik ga nu wel even laten zien. Kijk, ja, waarschijnlijk weten jullie het allemaal wel, maar oh my god. Nieuwe Western set. Veel te duur allemaal, maar wel mooi. Kutzooi. Maar goed, het is wel leuk. Ja, ik weet ook niet, misschien dat ik een dekje haal en misschien deze, maar die past niet echt overal bij. Ja, weet niet zo goed. Ik denk het dekje sowieso en misschien die laarsjes. Het shirtje of zo, I don't know, of de broek, ik weet het toch niet helemaal. Maar goed, we hebben nog een quest. En dat is ook de enige die we nog hebben en dat is alleen een race. Maar goed, niet erg. Oh, we hebben bloemenvoorziening ook nog. Oké. Lily heeft meer bloemen nodig. Wow, sure, I guess. Bloemen plukken. Pluk bloemen voor Lily. Wow, sure, girl. Nou, oh, daar baal ik wel weer van. Gaan ze het helemaal spannend lopen maken? En dan vervolgens gebeurt er helemaal geen fuck. Letterlijk. Oh. Je hebt geen bloemen. Nee. Maar ik dacht dat ik het hier moest plukken. Weet ik veel. Tering. Godverdorie. Gaan we ze hier plukken? Zetten we daar weer neer. Wat is een vies raar. Oh, nee. Het duurt allemaal veel te lang. Moet je kijken hoe ver je moet lopen. En dat moeten we elke dag gaan doen. Dat moet niet. Maar dat wil ik. Want anders wordt mijn hoofd gek. Ik haat mezelf. En we hebben bijna 400. Oh mijn god. We gaan sowieso de 400 halen vandaag. Ik bedoelde dit. Ik heb trouwens ook 400 abonnees. Oh my god. Yes, let's go. Heel nice. Thanks to you. Naar degene die het kijkt. En als je nog niet bent geabonneerd, doe het zeker. Want dan blijf je op de hoogte van mijn video's. Als je dat leuk vindt dan, hè. Ik bedoel, ja. Het is wel gratis, dus je maakt mij er in ieder geval wel blij mee. Of je jezelf ermee blij maakt, dat is aan jou. Maar goed. Hier is nog een bloemie. Hoeveel moet ik er pakken? Veel te veel. Oh, niet vastlopen. Foei. Oh my god. Ik dacht echt dat gaat fout. Voor mijn leven gewoon. Ik dacht, daar gaat mijn opname. Nou, ik had gisteren toch. Ik weet niet wat mijn computer heeft soms hoor. Maar ik had gisteren. Ik ging in champ rijden. En ik zweer het je serieus. Ik haalde de finish. Nog maar net. Ik was. Had, zeg maar, hij liep zoals hij net vastliep. En dit was echt heel kort. Gisteren liep hij wel gewoon soms 30 seconden achter elkaar zo vast. Gewoon echt complete freeze. Gewoon totaal. Nou, ik had het niet meer. Ik dacht echt van, bro, ik was te veel de jab aan het rijden. En ik weet niet wat er aan de hand was hoor. Maar het was echt niet goed. Ik heb de computer opnieuw opgestart en daarna was het wel weer oké. Maar oh my god. Oh, je had hem moeten zien, joh. Als ik dat op film had? Nou, niet te doen. Maar daardoor, ik was helemaal niet gefaald of zo. Ik was gewoon goed aan het rijden op zich. Alleen, alles freeze, dus daardoor gaat de tijd gaat wel gewoon door. Alleen, op een gegeven moment als iemand gefinished was, ik was letterlijk degene die eerste was, die finishte letterlijk toen ik nog maar op de helft van de champ was. Omdat die zo vaak vastliep. Ik meen het. Super dom. Echt heel kut. En toen later, toen, hoe heet dat? Toen, ja, toen was ik bijna bij de finish. Ik had letterlijk 3 seconden over. Anders dan was het gewoon einde verhaal. Had ik het gewoon niet eens gered. Hoe raar is dat? Oh my god, dat was echt zo kut. Oh, ik dacht als ik nu de haal, weet je wel. Want ik deed die champ echt puur alleen voor de lentemunten. En ik had nog wel wat anders te doen. En het was al 's avonds volgens mij. Dus ik dacht echt,
Dan ga je van, maar ik heb toch wel anders te doen en ik wil gewoon nu die champ en anders dan haal ik het niet en dan krijg ik mijn lente met ook niet. Dus zodoende, oké. Okay. Anyway. Oh, good computer. Ik heb er nog maar een jaar, maar hij is nu aan het zeiken. Nee, ik weet niet wat hij heeft. Hij heeft gewoon iets. Hé, wat irritant. Moet ik echt al die bloemen elke keer gaan doen? Weet je hoe lang dit duurt? Holy shit. Oh, het is ook al inmiddels 10:45. Misschien kan ik wel gewoon... Nee, die video wordt veel te lang weer. Oh, ik moet helemaal niet hierheen. Potverdikke. Ik moet hierheen. Hoppatee. Ik weet niet. Klik, klik. Je ziet deze bloem niet. Je zit achter die pot. Ja, je moet ze wel allemaal hebben. Ja! Let's go! En we hebben nu nog een race. Als het goed is. En ik ga straks toch nog even kijken of in het nieuws niet wat anders is. Want die moet inmiddels wel online staan. Lijkt mij. Oké, we gaan nu ontdekken wat cross-country inhoudt. Nou, dat weet ik inmiddels wel hoor. Oh, moet ik nu dit doen? Denk ik. Alright. Sure, I guess. Oh, nu starten we ook gewoon daar. Maar dat is toch de ene die normaal daar start? Of niet? Waarom zijn trouwens de champs dan allemaal met nieuwe hekken en zo? Oh, dit is een andere race. Oké, okay, maar de champs zijn helemaal met andere hekken en paaltjes en zo. Ik was laatst in Moorland. Was het Moorland? Was alles veranderd? Nou, ik had het niet meer. Ik vond het zo raar. Ik faalde ook helemaal gewoon. Ik dacht echt, wat is dit? Maar ja. Oh, deze race hebben we al vaak gehad. Die hadden we vorig jaar ook, toch? Ja, sowieso. Ho, potver. Eigenlijk wil ik wel een deel van de set kopen al, maar ook weer niet. Want ik wil gewoon kijken hoeveel ik aan het eind van de ruitfestival heb aan lentemunten. Laat ik maar gewoon wachten. Ik ga gewoon wachten. Ik heb nog alle tijd. Hoe lang duurt het ruitfestival? Is volgende week al de laatste week? Volgens mij wel, want het is toch de derde week al. Swaantjes. Cute. I do not know. Fort Pinta. Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niets van zin in. In ieder geval niet om op video te doen, denk ik. De video is aardig lang, dus... Hoppa. Oh, ik ga lekker chillen in de zon. Oh my god, er is zoveel zin in. Ik hoef vanavond pas te werken, dus. Hallo Anne. Oh, dit was het einde. Oké, interessant. Leuk. Geweldig. En dan moet ik dit straks allemaal nog een keer gaan doen, denk ik. Of niet? Oh nee. Ik krijg er ook helemaal geen lentepunten voor. Are you kidding? Leuk. Lekker geglitst, Star Stable. Ik ga eventjes het nieuws erbij pakken, even. Oké, okay, ik heb hier zo een vet gaaf plaatje. De duistere kracht op het ruitenfestival. Twee gelukkige paarden. Nou, dat hebben we al gezien. Elite cross country race. Recyclen grote Bonnie, hebben we gezien. Help de soulriders. Bloemen plukken, nieuwe metgezellen. Die heb ik nog niet gezien. Waar staan die? Een paar nieuwe gevederde vrienden maken een grote entree tijdens het Ruitenfestival. Gelukkig wil deze ook na het festival blijven. Oh, leuk. Je kunt de ene raad met lentemunten kopen, terwijl je de andere met Starcoins moet betalen. Oh, die staan natuurlijk op het festivalterrein in Moorland. Daar gaan we nog even heen. Allerlaatste herinnering. Onze Akkotekens en Appaloosas van generatie Epit 5, die je nu nog op de paardenmarkt van Ferdinand vindt, hangen aan hun hoef aan de wilgen, zoals echt al 100 keer is gezegd. Tijdens de update van woensdag 27 april gaan ze Jorvik verlaten en zijn ook niet meer verkrijgbaar. Oké, okay, video van de week. Geen idee wat dat is, maar goed. Dit verwachten we volgende week. Beleef de laatste week van het Ruitenfestival. Nou moet ik even een disclaimer geven. Het is natuurlijk volgende week 27 april op woensdag. En dat weten we allemaal wel wat vandaag het is, namelijk Koningsdag. En normaal gesproken met Koningsdag heb ik best wel wat te doen, omdat het gewoon gezellig is. Met familie, vrienden, in het dorp gaan we lekker... optocht kijken, bier zuipen op het terras en dat soort dingen. Dus het kan best wel zijn dat ik de video van volgende week niet op woensdag online laat komen. Want dan film ik die update video pas donderdags. Want ja, ik heb die donderdag heb ik ook vrij. Heb ik vrij gevraagd. Want we gaan woensdagavond
naar een lekker tentfeest. Dan gaan we lekker feesten. En ik dacht van ja, ik ga niet donderdagochtend om 7 uur al ergens beginnen met mijn werk. Dus ik heb vrijgevraagd. Dus dat komt ook alweer goed uit. Aangezien ik dan... ik kan dan gewoon video gaan maken. Dus het kan zijn, ik weet niet helemaal hoe ik die woensdagochtend zit volgende week. Het kan best zijn dat, ja, dat ik ook thuis ben. Maar als ik thuis ben en er is verder niks ochtends, dan kan ik best een video maken. Maar ja, het kan ook zijn dat de video pas donderdags online komt. Dus wees alsjeblieft niet getreurd als jullie woensdagochtend geen video van mij zien. Hij komt dan donderdags. Hij komt dan sowieso donderdags. Dat beloof ik jullie echt oprecht. Want ja, het zijn wel de quests natuurlijk. En die gaan gewoon verder. En dat wil ik natuurlijk wel spelen. Dat snappen jullie ook. Dus dat. Ik weet niet zo goed wat die video van de week is. Eerlijk gezegd. Oh ja, ik geef dan Borland toe. Want dan... ga ik nog eventjes die diertjes kijken. En dat is wel leuk, want die raaf kan je dus met lentementen doen. En dat is wel leuk, maar er zijn twee raven. Een blauwe met wit en zwart. En die is echt heel mooi. En dan heb je nog gewoon een gewone bruine. Nou, ken ik Star Sail wel een beetje. En dan denk ik dat hij mooie met starcoins kan kopen. Maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook best zijn dat het goed gegaan is. En dat we de mooie kunnen... Oh, nee. Ik zei het. Oh, wauw. Koop even een blon voor fucking 350 starcoins, gast. Ja, deze, de mooie raaf, is helaas... Hoe heet die nou? Hermes? Kijk, deze was dus de mooie. Maar ja, goed. Dat dacht ik al. Die is te koop met starcoins. En dan heb je hier zo de diertjes die kan inruilen voor... Oh, een oranje ballon. Oeh. Kijk, dat vind ik dan wel weer leuk. Voor lentemunten had ik het gedaan. Omdat oranje is mijn kleur. I love it. Ja, ik kan het niet goed zien. Wacht even. Kijk, dit is dan de bruine. Hij is niet zo heel erg leuk of zo. Ja, oké, leuk. Denk ik. Ik moet echt flink sparen. Wil ik ook al die diertjes kunnen inruilen. Of we moeten echt gaan kiezen straks. Welke ik het leukst vind. Maar goed, dat weet ik niet. Ik ga denk ik de video maar afsluiten. Ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, het is gratis. En dan ben je elke keer op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik jullie in ieder geval aanstaande zaterdag. En hopelijk, ja, sowieso ook volgende week. Maar dat kan dus op woensdag zijn, kan ook donderdag zijn. Dus tot dan. Doei!